Het is vandaag 17 juni. We zijn te gast in Winteree bij het Wellness Festival. Het is een driedaags festival en vandaag is het thema rock. We hebben een nieuw team samengesteld voor de organisatie. Ik en Teun Dingen en Chris van der Velde, mijn broer. En we hebben een andere tent als andere jaar. We hebben nu een donkere tent, een hogere tent. En de tent een kwartslag gedraaid, zodat het podium op de korte kant kan. En dat we een beetje meer een professionele uitstraling hebben. Net als al met drie tribute bands die we vandaag georganiseerd hebben. Een Limp Bizkit coverband, Full Nelson. Metallica coverband, E-Metallica en een Guns Roses coverband. En daar hebben we getracht om zoveel mogelijk reclame te maken met borden langs de weg, posters, flyers. We hebben een Facebookpagina aangemaakt met meer dan 800 vrienden. En het stroomt al aardig vol, moet ik zeggen. En we hebben eigenlijk gekozen voor drie tribute bands, omdat we dan de mensen uit Winteree hier en omgeving herkennen de nummers. En de mensen die echt van muziek houden herkennen dat het ook echt goede bands zijn en goede muzikanten. Dus we proberen om alles samen te voegen en we proberen er een gratis festival en een leuk festival van te maken. En het begint goed vol te stromen. Dus, ja, wat leuk. Ik heb er zin in. Suddenly not. We just need a more and more bold dream.
zondag is het normaal altijd Amerikanendag en morgen dan komen alle bluesbands. Dus dan zijn echt de liefhebbers van de bluesmuziek, die komen allemaal op de zaterdag. En zondag dan is het normaal hier aan de hebben we hier de tent staan achter ons. En aan de andere kant van het terrein, daar staat een heel groot veld waar allemaal Amerikaanse wagens en trucks en noem maar op allemaal komen, motorclubs. En die komen dan hier met z'n allen verzamelen. We hebben hier aan de tent hebben allemaal rockabilly muziek staan. Hier aan de andere kant van het terrein, ja, dat kun je de camera niet goed zien, maar aan de andere kant van het terrein hebben we dan voor de kinderen een kermisje staan, een vetkuivenkapper, een popcorn tentje, noem het allemaal maar op. Dus we willen het helemaal in de Amerikaanse sfeer aankleden. We hebben hier ook nog een stukje waar dan de Amerikaanse wagens de camper kunnen parkeren, want de zaterdagavond is het niet alleen blues, maar is het ook al 's middags de ride-out van het festival. Dus alle Amerikaanse wagens die hier zondags geparkeerd staan en voor de mensen eigenlijk bezichtigd kunnen worden, die gaan zaterdags met z'n allen een stukje rijden door de camper. Dus dat is echt een heel mooi clubje. Dat zijn een wagentje of 50, 60 die dan hier door de camper doorrijden. Dus dat is echt hartstikke super. Het is vandaag 18 juni en het is de tweede dag van het Wellens Festival. En vandaag is de beurt aan de blues. Gitaarspel, mondharmonica, waar ik helemaal erg van val. Ja? Gewoon super, ja. Oh, dat dacht je leuk. Ja? Ja. Hou je veetje van blues of niet? Ja. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het alleen jammer dat de bluesavond zo slecht bezocht wordt. Ja, maar misschien komt dat omdat het misschien uit de tijd is van ons meer uren richting als voor de jeugd, hè? Dit is niet echt voor de jeugd, nee. Nee. De jeugd die is nog niet zo blues-minded. Nee, dat moet eigenlijk wel komen, hè? Want het is wel iets wat erbij hoort. Ik ben bang dat het nog wel even zal duren. Ja. Komt ook op jullie bruiloftsfeest? Weet ik niet. Ik geloof niet dat onze band dat speelt, maar het is wel... Zijn blues goed, hij houdt meer van blues. Van... Als je nou moet kiezen, je vrouw of blues? Ja, mevrouw. Toch wel? Ja, zeker weten. Ja. Ik wil even zeggen, dit is het bewijs. Nee, daarom. Hartstikke goed. Het klopt niet, want... Mag ik even de... Het klopt niet, want jouw vrouw is pas 2 september jouw vrouw. En de blues is nou. Come on! Thank you.
festival van dit jaar. We zien je. Take me.
Dankjewel.